Go Ahead Eagles, de nummer 13 van de keukenkampioendivisie tegen de nummer 12 van de eredivisie. Voor het laatste plekje in de kwartfinale van het bekertoernooi. ADO wil voor het eerst in 18 jaar weer eens die kwartfinale halen. Go Ahead lukte dat. Twee keer in de laatste drie seizoenen. Daar zien we Ricardo Kisna. Viel uit tegen NAC met een schouderblessure, maar is erbij. En dat vind ik advocaat belangrijk. Hij moet voor de creativiteit zorgen in deze ploeg. Sonny Stevens debuteerde onder de lat. Tegen NAC krijgt ook nu weer de voorkeur boven Koopmans. Topscorer Verheid pakt de rood en is voor twee duels geschorst. Daardoor Joel Zwarts in de spits. Slegers viel uit op de training en ontbreekt. Absalem onder andere in de ploeg. Net als Esaias en Tjatic. De scheidsrechter is Edwin van der Graaf. Een videoscheidsrechter, die hebben we niet. Go Ahead Eagles succesvol in de beker de laatste jaren. Wel veel wijzigingen. De Lange, Dijl, Nauber, Willemsen, Adekanje spelen allemaal niet. Erwin Mulder, die speelt wel. Staat op goal en maakt zijn debuut voor Go Ahead Eagles. En ook oudspeler Jamal Amova. Terug van een schorsing. Fernandez, dat is een handig balletje. En daar komt de eerste kans voor Go Ahead. Itzes. Wat een slordige inspeelpas. Daardoor Asante ertussen. Kemper verslikt zich. Blomme, Rommens. Markelo. Overtreding Asante. Een halve meter verder dan de vorige. Oh, misschien dat dat dan net de afstand is om hem over de muur heen te krijgen voor Rommens. Ja, inderdaad. Oef. Schampt het zijn het nog, die bal. Stevens had dat kennelijk allemaal in de smissen. Want die stond er heel rustig bij, de keeper van ADO. Sayas houdt die bal wel binnen. Maar geeft hem dan een go-ahead. En het zou zomaar eens gevaarlijk kunnen worden als Fernandez het probeert. Maar heel gevaarlijk werd het niet. Want dit had Stevens kennelijk allemaal in de gaten. Itzes heeft een plan. Die bal gaat over hem heen. Dan heb je niet zoveel aan dat plan. Markelo kan hem niet binnenhouden. Groetje van Nathan Markelo van de Excelsior. Nog een neefje van Giuliano van Vels. De jonge Genoa. Die lang bij Ajax en bij Twente in de opleiding zat. Afgelopen zomer overstapte naar Go Ahead. Hier de bal krijgt van Liedberg en wordt hij aangetikt of niet? Nee, is het oordeel van Van der Graaf. Ik had eerlijk gezegd ook de indruk dat hij zich liet vallen. Overtreding op Kemper nu. Harde overtreding van Marcello. Daar werd wel degelijk iemand geraakt. Ja, ADO houdt de bal en bovendien zet het deze aanval voort. In een wedstrijd zonder VAR gaat hier ook niks meer aan veranderen. Maar eens kijken dan. Absalem tikt hem echt wel tegen de voet aan. En dit was die tik van Marcello bij Kemper. En zo hal. Naar Sayas. Tjatic. Over Absalem en Zwartzee. Kisna. Absalem had ook wat makkelijk naar de grond. Hij wordt uitgekafferd door Marcello.
eigenlijk rekent hij ook helemaal niet op die bal, Absalem. Nog geen schot op doel. Een schot dat het doel raakte, maar de zijkant van het doel. En dat telt dan weer niet. Die vrije trap van Rommens. Marcello. Fernandes pikt op Fernandes. En daar is het schot op doel. Zeker wel. Redding Sonny Stevens. Wordt het weggekopt door Asante, maar precies tot bij Alessandro Fernandes. Het grootste gevaar tot nu toe in deze wedstrijd kwam uit de vrije trap. De voorzet is wel gevaarlijk en de vrije kopkans is er voor Jay Itzes. Advocaat ligt wanhopig dat Itzes daar zo vrij staat. Het is de langste van het stel zo'n beetje bij Go Ahead. Die moet je dan in de gaten houden. Dat doen ze bij ADO niet. Dan haalde weg, maar via Hal en Sayas houdt ADO het balbezit. Hal krijgt hem voor. Absalem. Hij blijft toch binnen die bal. Liedberg en Van Bremen. Liedberg draait slim weg. Markelo is snel, veel sneller dan Thomas. En Liedberg krijgt hem voor. Zo, de bal van de lijn gehaald door Thomas. En ADO heeft hem in ieder geval voor even weg. Druk van Go Ahead, druk van de Eredivisieploeg neemt toe. Rommens, Rommens! Amova. Marcello. En Kemper. En wat opluchting bij ADO. Daar was Go Ahead in een heel kort tijdsbestek. Een paar keer heel dichtbij. Rommens. Geweldige knal met een geweldig geluid tot gevolg. En Thomas die inzet van zo van de lijn haalt. Blijft Fernandes liggen. Nee, mag het spel verder. Ja, nu is geen hoofdblessure, dus kan ADO zeker verder. Denzel Hall en Kiesna. Met de eerste echte kans voor ADO. Hall, de rechtsback die opkomt. Best aardig geschoten nog door Kiesna. Mova. Sante ertussen, Max de Waal nu. Kiesna van de bal afgelopen. Niks aan de hand, zegt Van der Graaf. Fernandes. Rashaan Fernandes. Aardig geschoten. Marcello. Zo. Liedberg, geen buitenspel. Terug naar Zo. Die wordt aan zijn shirt gepakt. Van de Graaf ziet het niet of vindt het niet voldoende. Zoals wel vaker het geval is vanavond. Ja, maar dit is gewoon overduidelijk het shirt vastpakken door Asante. En hier had Go Ahead de penalty moeten krijgen. Zwart uit. Goeie bal van Amova. Zo! Aangeraakt en maar net naast. Zo, eigenlijk zonder te kijken die bal voorgebracht. Schot van Fontan. Iets weggestuurd. Zijn er dan Oppegert? Daar is Swartz. Daar is de goal voor ADO. Joel Swartz.
En ook Amar Čadić wordt gefêteerd vanwege die uitstekende versnelling. En dito voorzet. Blommen naar de kant. En Nauber zou zomaar als stormram gebracht kunnen worden. Ah, we hebben een briefje. Dan moet het wel heel ingewikkeld zijn, dit plan. Hij gaat gewoon naar voren. Zo ingewikkeld is het dus niet. Hoppakert. Vijfde minuut van de blessuretijd loopt de voet van Nauber tegen de bal. En Stevens heeft hem vast. En zwelt het gejuich aan in Den Haag. Als het laatste fluitsignaal nu echt heel dichtbij is. Daar is het laatste fluitsignaal. ADO Den Haag voor het eerst in 18 jaar naar de kwartfinales van het bekertoernooi.